awkward om nu tegen mezelf te praten. Maar kijk. Super spannend, super druk. Dus we gaan weer vloggen. Ik ga jullie meenemen hier op dit leuke avontuur. Het is de eerste keer hier, maar tot nu toe is dat super leuk. Iedereen is hartstikke mooi verkleed. En ja, we gaan spannende dingen leven. We gaan nu karikatuur tekenen met z'n vieren. En ik zie dat ze dat nu gaan doen, dus ik moet heen. Tot zo! Outfits zijn en hoe leuk en hoe creatief ze zijn. Bij het cosplay hadden
ze een hele show ervoor met de beste winnaars. Maar er waren hele optredens bij, waardoor het heel druk was. En die kon je gewoon niet zien. Ja, maar volgens mij zijn er ook mensen die speciaal voor die wedstrijd komen en daarna weer weggaan. En jullie jongens? Ja, ik vermaak me, het is gezellig. Wat heb je gekocht? Zwaar gekocht. Gigantisch zwaard. Van Aragorn, toch? Ja, klopt. Ghost Sword. Nou, dat was het vanuit Comic Con. Ik heb daarna eigenlijk moeten zeggen, nu terug naar de studio. We hadden een Q&A van Seth en ja, je verstond gewoon niet wat de vragen waren en wat zijn antwoorden waren. Dus dat was gewoon jammer. Maar helaas, we hadden ook een League of Legends
masterclass gehad. En daar verstond ik ook vrij weinig van. Daar ging van alles fout. Daar ging van alles fout. De computer deed het niet. Ze haalde iemand. Het was heel zielig eigenlijk. Ze haalde iemand uit het publiek om tegen hem te spelen. One tegen one op één lijn, zeg maar. Op één lijn. Hoe heet die modus? Aram. De Aram modus. En dan zitten ze dus op één lijn en dan vechten ze tegen elkaar. En dan moeten ze bij elkaar de turrets kapot maken. Maar er was een jongen, die was helemaal enthousiast. En ja, hij ging en je zag het gewoon in zijn ogen. Hij was zo blij dat hij werd uitgekozen. En toen deed zijn computer het niet. Die had veel te veel lag, waardoor hij niet kon spelen. Dus dat kon ze niet oplossen. Dus uiteindelijk is hij oplossen alleen. Hij kon het niet oplossen. Blijf je dit doen? Weet je wat het leuke is? Eerst was hij heel erg tegen vloggen. Wou hij niet praten en in beeld en nu zit hij alleen maar te tetteren. Hè? Ja, sorry. Anders film ik zo. Dan staan we er allebei op, denk ik. Hij kon het niet oplossen, dus hij mocht niet meespelen. Hij kon gewoon niet meespelen. Maar ja, als je heel veel lag hebt, ja, dat is geen spelen. Dus het was heel zielig, dus toen ging hij uiteindelijk alleen spelen. En ja, je zag gewoon de diepe, diepe teleurstelling bij hem. Bij die jongen die zou spelen uit het publiek. Maar goed, volgens mij zei hij wel interessante dingen. Maar ik heb de helft gewoon niet meegekregen, omdat ik het gewoon echt niet verstond. Maar goed, dat was een voorproefje voor volgende week. Want volgende week gaan we naar de League of Legends halve finale. Spring Championship halve finale op zaterdagavond. Dat is leuk, spannend. Oh ja, dat wou ik nog vertellen. We hebben heel lang in de rij gestaan om op de foto te gaan op de Iron Throne van Game of Thrones. En die was helemaal leuk bewerkt. Die werd gratis voor je uitgeprint en kreeg je mee. En het was echt super leuk. En Sander staat echt super leuk op de foto. En ik heb besloten op die foto om mijn kin naar achter te doen, waardoor ik gewoon geen kin heb. Echt, ik had zo goed nagedacht over mijn pose en hij was super cool. Ik zat een beetje laid back op die troon, met mijn zwaardje, met mijn bondje. En dan doe ik mijn kin naar achter, waardoor ik gewoon één kwap hier heb. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt niet grappig. Ik baalde zo. Ik had echt een eigenlijk nog een keer naar rijden staan, maar het duurde gewoon 3 kwartier of zo. Voordat we uiteindelijk die foto hadden. Zoiets. Dus, ja, dat was een beetje jammer. Dus waarschijnlijk zullen jullie het nooit zien. Het spijt me zeer. Misschien dat ik het weg kan photoshoppen. Wie weet. Ik ben goed te photoshoppen. Ja, daarom. Nou, dit is heel veel geratel. Het gaat allemaal nergens over. Het gaat over ons leven. Het gaat over... Ja, het gaat wel over. Het gaat over de dag zelf. Ik ga doei zeggen, want dit gaat allemaal nergens heen. Zoals altijd, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. En abonneer als je meer wilt zien. En noem het maar allemaal op. Jullie kennen de drill. Nou, tot snel. Doei. Wil je ook nog doei zeggen? Nee. Lekker asociaal. Ja, ze mogen me toch niet. Nee, dat waarschijnlijk niet.